Hier zijn we vandaag weer met Gods Woord. Mijn naam is Geert Baaiens. En zoals elke woensdag prediken we Gods Woord in het Nederlands. En vandaag gaan we spreken over de verschrikking voor de duivel die Jezus is. Jezus is een verschrikking voor de duivel. En we gaan lezen uit Matteüs 4. Matteüs 4 en we lezen van vers 1 tot 11. Matteüs 4, 1, vers 11. En de Bijbel zegt, daarna stuurde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. En daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. En hij bleef 40 dagen in de woestijn. En al die tijd had Jezus niks gegeten. Ten slotte kreeg hij honger. En toen kwam de duivel. En hij zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen. Maar Jezus antwoordde, in de boeken staat het geschreven. Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je ook nodig in je leven. En toen nam de duivel hem mee naar Jeruzalem. En daar zette hij hem op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen Jezus, als u Gods zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken geschreven, God zal zijn engelen de opdracht geven, dat ze u op uw handen, op hun handen moeten dragen. En dan zult u uw voeten niet aan de steen stoten. En Jezus antwoordde, maar er staat in de boeken geschreven, je mag de Heer je God niet uitdagen. En daarna nam de duivel hem mee naar een hoge berg. De duivel gaf niet op. En vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. En met al hun macht en al hun rijkdom. En hij zei tegen Jezus, dit alles geef ik aan u, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus, ga weg duivel. Er staat toch in de boeken geschreven, aanbid alleen de Heer en dien hem alleen. En toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem te bedienen. De Bijbel zegt dat Jezus door de geest de woestijn werd ingeleid om getest te worden door de duivel. Net zoals Jezus getest wordt door de duivel, moeten wij als christenen niet verrast zijn dat we verleid zullen worden door de duivel. In Matteüs 4 en op vele andere momenten heeft Jezus ons de weg getoond om de verleidingen van de duivel te overkomen. En daardoor is Jezus een verschrikking geworden voor de duivel. En vandaag moet ook Jezus in uw leven een verschrikking worden voor de duivel. Die duivelse situatie in uw leven, die moet veranderen. Die duivel in uw leven, die u tart, hij moet weggaan uit uw leven. In Matteüs 4 en op vele andere momenten heeft Jezus ons de weg getoond. Hoe wij die verleidingen van de duivel kunnen overkomen. Hoe wij die tartingen van de duivel kunnen overkomen. En de Bijbel vertelt ons in 1 Korintiërs 10, 13. Dat God samen met de verleiding heeft God ons al de oplossing gegeven. Jezus is die weg. Jezus is die weg. Jezus is die oplossing. Jezus, het woord van de levende God. Nog altijd hetzelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Dus niet alleen de God van Abraham, niet alleen de God van Noah, niet alleen de God van David, niet alleen de God van de apostelen, maar ook de God vandaag. Hij is nog altijd hetzelfde. En Jezus is nog altijd hetzelfde. Het woord van God is nog altijd hetzelfde. De Bijbel zegt dat het woord van God niet zal veranderen. Hemel en aarde mogen vergaan, maar dat woord van God zal niet vergaan. Tot alles is vervuld en alles moet worden vervuld. Ook die duivel die vandaag in uw leven is, hij moet weggaan uit uw leven. Want het is in het woord van God geschreven, dat wanneer de duivel naar Jezus kwam en Jezus begon het woord van God te spreken, dat de duivel uit zijn leven wegvluchtte. Vandaag moet die duivel uit uw leven wegvluchten. Jij kan ook die verschrikking zijn voor de duivel, als jij het woord van God in jouw mond kan nemen. Als jij vandaag verschrikkelijke, duivelse situatie in je leven meemaakt, op dit moment, als de verleiding om dingen te doen waarvan je weet dat ze niet juist zijn, maar door omstandigheden lijkt er geen andere uitweg voor jou in het leven. En wil je overgaan om die slechte daden te doen. Maar ik vertel je vandaag, er is een andere weg. Er is een andere weg. God heeft ons een weg gegeven. Een weg uit die slechte duivelse situatie. Waardoor jij niet moet doen dat waar je nu aan denkt. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja. 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 Vandaag gaat er iemand de Heer prijzen voor het woord dat hij hoort. De Bijbel zegt dat de duivel Jezus kwam verleiden. Zelfs na 40 dagen en 40 nachten vasten en gebeden in de nabijheid van God geweest te zijn, toch kwam die duivel, die schaamteloze duivel, hij kwam om Jezus te verleiden. Wat leren we hieruit? We leren hieruit dat het niet is omdat we vasten, dat de duivel
wegblijft uit ons leven. We leren niet uit. Het is niet omdat we bidden dat de duivel zal weggehouden worden uit ons leven. Het is niet omdat we in de aanwezigheid van God komen, omdat we naar de kerk gaan, dat de duivel uit ons leven zal weggehouden worden. Nog het aantal uren bijbelstudie dat we volgen. Maar het is ons... Het is ons verstaan, het verstaan van wie wij zijn, door te vasten en door te bidden en door naar de kerk te gaan en door in de aanwezigheid van God te zijn en door het woord van God te verstaan wanneer we het bestuderen. Dat maakt dat wij een oplossing hebben tegen de duivel. Dat maakt dat wij een oplossing hebben tegen de duivel. Hij zal zich tonen. Hij zal tevoorschijn komen in je leven. Hij zal je proberen te verleiden. Hij zal proberen dingen te doen in je leven. Maar God heeft ons een uitweg gegeven. Het woord van God, Jezus Christus, die in het vlees, het woord van God dat in het vlees gekomen is. Hij heeft ons de weg getoond. Hij heeft ons de weg getoond om die duivelse situaties te overkomen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De duivel daagde Jezus uit. En hij zegt, als jij een zoon van God bent, hoe dikwijls heb je het misschien al gehoord? Waarom ga je naar de kerk? Waarom ben jij een christen? Als jij een zoon van God bent, als jij een kind van God bent, waarom vertoef jij dan in deze situatie? Waarom is het dan mogelijk dat de duivel ook in jouw leven opduikt? Het is normaal. Jezus zag de duivel opduiken, maar hij zag hem ook gaan. En jij moet vandaag die duivel zien gaan in je leven, in de naam van Jezus. De duivel daagde op. En hij daagde Jezus uit en zegt, als jij de zoon van God bent, verander dan deze steen in een brood. De duivel zal altijd proberen of je de kracht van God die in jou schuilt, wil gebruiken voor persoonlijke doeleinden, voor nutteloze dingen, zoals bijvoorbeeld Samson deed, om indruk te maken op de mensen. De duivel test je of je de controle hebt over die kracht die in je schuilt, of dat de kracht bezitting heeft over jou, of dat de kracht heeft over jou. Jij moet de kracht onder controle hebben. De duivel testte Jezus om te zien of hij de kracht wel die in hem schuilde onder controle had. Als Jezus in elke situatie maar juist zijn kracht zou tonen, gewoon om nutteloze dingen te doen, om een steen in brood te doen veranderen, om mensen te overtuigen, zie, ik ben krachtig, ik kan dit doen. Dat is de duivel. Dat is de duivel die spreekt. De duivel test of je controle hebt over de kracht die in jou schuilt. Of dat je hoogmoed wil tonen door die kracht. Als Jezus geen controle zou gehad hebben over de kracht die in hem schuilde, zou de duivel zijn kracht ooit gebruiken om te moorden en om te vernielen. Want de Bijbel zegt dat de duivel is een dief. Hij is een dief en hij komt om te stelen. Hij komt om te moorden en hij komt om te vernielen. En als wij bereid zijn om naar de duivel te luisteren, om onze krachten te gebruiken. De duivel kwam naar Jezus en zegt, gebruik je krachten. Gebruik je krachten. Ik zal je zeggen wat je moet doen. Verander deze steen in brood. Zoveel mensen vandaag willen hun krachten gebruiken om slechte dingen te doen, in plaats van om goede dingen te doen. We moeten onder controle zijn van die krachten. Die krachten die in ons schuilen, die God ons gegeven heeft. Die God ons gegeven heeft. Maar Jezus antwoordde. Jezus was onder controle. Hij had alles onder controle en hij antwoordde. Een mens leeft niet van brood alleen. Ook al was hij hongerig. Ook al zag hij misschien de nood. Als ik deze steen verander in brood, dan kan ik eten. Maar hij was onder controle. Het is niet omdat als de duivel spreekt, moeten wij niet antwoorden. Als de duivel spreekt, moeten wij niet ingaan op zijn avances. Wij moeten niet met hem samengaan. We mogen niet met hem samengaan, maar we moeten het woord van God spreken. We moeten het woord van God spreken. Een mens leeft niet van brood alleen, maar ook van elk woord dat uit de mond van God komt. De duivel moet ook ons komen uitdagen. Hij moet ons ook komen verleiden. Of we bereid zijn om de kracht die in ons schuilt voor nutteloze dingen te gebruiken. Of voor eigen belang. Om deze verleidingen te overkomen en de duivel tot schaamte te drijven, moeten wij doen dat wat Jezus gedaan heeft. Jezus zei, duivel, een mens leeft niet van brood alleen, maar ook van elk woord dat uit de mond van God komt. Ik mag wel hongerig zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik zal doen dat wat jij mij vertelt. Omdat jij mij uitdaagt, omdat jij mij verleidt. Waar kwam dat woord vandaan? Waar kwam dat woord vandaan? Het was niet een woord dat Jezus juist sprak. Het was een woord dat was geschreven. Jezus zei, het is geschreven. Het is geschreven. Het is in de boeken geschreven. En waar komt dat woord vandaan? Deuteronomium 8:3. Deuteronomium 8:3 zegt, een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God.
Het was een verschrikking voor de duivel. Het was een verschrikking voor de duivel dat Jezus hem kon weerstaan. Sedert de zonde van Adam en Adam had Satan alleen maar mensen ontmoet die toegaven aan zijn verleiding. Maar nu ontmoette hij iemand die hem weerstond, die hem toegaf en die hem van antwoord diende. Vandaag moet jij die persoon zijn. Ik weet niet wat die duivelse situatie is. Ik weet niet wie die duivel is in je leven. Maar je moet hem te woord staan. En je moet hem niet te woord staan met je eigen woorden. Je moet hem niet te woord staan met kracht en macht. Want de Bijbel zegt dat het niet bij kracht, niet bij macht is. Maar dat is bij de geest van God. En de geest van God zit in het woord van God. We moeten het woord van God gebruiken. Als we het woord van God gebruiken, dan wordt dat woord een verschrikking voor de duivel. Als we kunnen zeggen, dit is geschreven over mij. Dit is geschreven in de Bijbel. En het is niet het woord dat jij mij komt verkondigen. Het is niet dat wat jij mij voorschotelt. Het is niet dat wat jij mij vandaag toont. Maar datgene wat in het woord van God geschreven staat, dat is de waarheid. Dat is het leven. En dat is de weg. En dat is de weg die ik ga bewandelen. Dat is vandaag de weg die ik ga bewandelen. Ik ga het woord van God spreken. Ik ga u niet naar uw mond spreken, duivel. Ik ga niet doen dat wat jij zegt. Ik ga niet geloven in die situatie die jij mij vandaag voorschotelt. Want dat is niet de waarheid. Dat is een realiteit, maar dat is niet de waarheid. Het is iets wat ik vandaag ervaar, maar morgen zal het anders zijn. Morgen zal het anders zijn. Vandaag is een verandering op til. Vandaag ga ik het woord van God spreken. Als jij een verschrikking voor de duivel, voor die duivelse, slechte situatie in je leven wil zijn, moet je weten wat er geschreven is over jouw situatie. Wat God als oplossing gegeven heeft voor jouw situatie. Uw oplossing is neergeschreven. Uw antwoord is neergeschreven. Uw hulp is neergeschreven. Vandaag moet iemand een verschrikking worden voor de duivel in Jezus' naam. Vandaag moet er iemand een verschrikking worden voor de duivel in Jezus' naam. Jij bent dat. Jij bent die verschrikking voor de duivel. En die duivel moet verdwijnen uit jouw leven. Waar de duivel jou uitdaagt, jou wil verleiden, kan en zal jij een verschrikking worden voor die duivel. In de naam van Jezus. De duivel noemde Jezus de Zoon van God. Maar toch kwam hij hem uitdagen en verleiden. Het is niet omdat we kinderen van God zijn, dat we niet in verleiding van in verleiding zullen komen. Het woord dat Jezus in zijn mond nam, maakte de duivel gek. Het maakte de duivel gek. Het is het woord van God. Het is niet omdat we naar de kerk gaan, maar het is omdat we tonen dat wat Jezus gedaan heeft. Als we kunnen tonen dat we kinderen van God zijn. Als we het woord kunnen spreken, dat kinderen van God spreken. Dus als een vader en een moeder veelmaals dingen herhalen, dan zal je zien dat de kinderen ook diezelfde woorden gaan gebruiken. Dus als wij het woord van God ook kunnen mediteren. En als we dat woord van God ook kunnen gebruiken, zoals Jezus deed, dan maakt dat de duivel gek. Ik geloof dat vandaag iemand de duivel gaat gek maken. De duivel zal verwijderen uit zijn leven. Is er iemand die de duivel gek wil maken vandaag? Is er iemand die de duivel gek wil maken vandaag? Neem het woord van God in je mond, betreffende jouw situatie. Laat je niet ontmoedigen door andere rapporten. Maar geloof in het rapport van de Heer. Geloof in het rapport van de Heer. Het was een verschrikking voor de duivel. Maar hij gaf niet op. Hij gaf niet op. De duivel bracht Jezus naar het dak van de tempel. In de heilige stad. En hij vroeg Jezus om naar beneden te springen. Om hem te testen of hij wel echt de Zoon van God was. Toon mij dat jij de Zoon van God bent. Toon mij dat. Want de duivel zei, jij praat over het is geschreven. Wel, het is geschreven dat de Vader niet wil dat jij je pijn doet. Dus spring van het dak en engelen zullen je komen opvangen. Het was een verleiding. Het was een bedrog van de duivel. Hij haalde het geschrift uit zijn context. Inderdaad, een vader zal nooit willen dat zijn kind pijn heeft. Hij zal alles doen om het kind te helpen. Maar wat als je als kind, je ziet een grote rots en je stampt tegen die rots, kan de vader jou tegenhouden? De vader kan jou niet tegenhouden, het is jouw beslissing. Als Jezus zou beslist hebben om zelfmoord te plegen, om van de tempel te springen, want dat was wat de duivel vroeg. Spring van de tempel. Iemand die van een gebouw springt, die pleegt zelfmoord. Als Jezus zou beslist hebben om van de tempel te springen, kon God niets voor hem doen. Omdat het ook geschreven is dat God niet op de proef mag gesteld worden. Deuteronomium 6:16. En eens te meer was Jezus de duivel van antwoord. De duivel kon zichzelf wel de haren uit het hoofd rukken. Hij was de wanhoop nabij. Het woord dat God sprak was een verschrikking voor de duivel. Datzelfde woord is vandaag nog altijd beschikbaar. En als jij als kind van God die woorden in je mond kan nemen, dan is dat ook een verschrikking voor de duivel in jouw leven vandaag.
De duivel was wanhopig. Hij was wanhopig, maar hij gaf nog altijd niet op. Een derde keer richtte hij zich tot Jezus, nadat hij hem naar de hoogste berg van de omgeving had gebracht en Jezus al de koninkrijken op aarde had getoond. Toen zei Satan, ik geef jou al de koninkrijken als je voor mij buigt. Ik geef je de politieke macht. Ik geef je de macht om te regeren. De duivel wou Jezus weer bedriegen, zoals hij gedaan had met Adam en Eva. Adam en Eva hadden de kennis van het goede en het kwade. Door hun relatie met God hadden ze de kennis van het goede en het kwade. Ze moesten juist tot God vragen, is het goed om dit te doen? Is het slecht om dit te doen? En God zou hen van antwoord dienen. Zij hadden de kennis door hun relatie met God. Zij hadden de kennis door hun relatie met God. Maar de duivel kwam hen vertellen, zie, je kan zoals God zijn. Je kan de kennis van God hebben. Je kan weten wat goed en kwaad is. Prijs de Heer. Hetzelfde doet hij met Jezus. Hetzelfde doet hij met Jezus. Hij zegt, ik kan je alle macht geven. De macht over alle koninkrijken hier op aarde. Maar Jezus had de macht. Jezus heeft de macht over het universum. Wat? Hij gaf hem eigenlijk maar een klein deel van datgene wat hij had. De duivel is altijd zo. Op deze manier gaat hij altijd te werk. De duivel gaat altijd op deze manier te werk. Hij probeert je iets aan te reiken. Iets wat je al hebt. Iets wat je, waarvan je veel meer zelfs al hebt. Prijs de Heer. Prijs de Heer. De duivel zei, ik geef je macht over alles. Maar Jezus had al de macht al over het hele universum. De duivel wou Jezus laten zondigen tegen God de Vader door te buigen voor de duivel. Door te buigen voor hem. Terwijl het eerste gebod van de 10 geboden ons vertelt dat we niet mogen buigen voor andere goden. Het was een wanhoopsdaad van de duivel. Het was zijn laatste poging. Jezus sprak het woord. Hij sprak het woord uit Deuteronomium 6:13 tot Satan en zegt, het is geschreven, je zal alleen buigen voor de Heer uw God en hem alleen zal je dienen. Hem alleen zal je dienen. Hem alleen zal je dienen. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen voor de duivel. Het woord van God gesproken in rechtvaardigheid is een verschrikking voor de duivel. Als jij vandaag het woord van God kan spreken, de duivel zal vluchten in je leven. Die duivelse situatie moet vluchten in jouw leven. Die duivelse ziekte moet vluchten uit jouw leven. Uit jouw familie. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Alle eer aan God. We gaan bidden met een aantal Bijbelse verhalen waarvan je er sommige in je leven zal herkennen. Maar als God een oplossing gaf voor deze mensen, zal Yahweh ook een oplossing voor jou brengen. In de naam van Jezus. Nu, het is geprofeteerd op jouw leven. Door God zelf in Genesis 3:15. Wanneer God de duivelse slang vervloekte. Hij zei tot de slang, hij zei, en jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn. En jouw kinderen en haar kinderen, of haar kind, zullen elkaars vijanden zijn. Haar kind zal jouw kop verpletteren. En jij zal de hiel van het kind verpletteren. Vandaag is die dag voor jou. Vandaag ga jij, als nakomeling van Eva, door Seth, door Noah, door Abraham, door David, door Jezus. Vandaag zal jij het hoofd van die duivelse situatie in uw leven vernielen. De schade die de duivel jou kan aanbrengen is verwaarloosbaar tegen de bevrijding die jij vandaag gaat ontvangen. Neem het woord van God in je mond. Het is een verschrikking voor de vijand. Vandaag ga je het hoofd van die slang in jouw leven, in jouw familie, verpletteren in de naam van Jezus. Nu, de Bijbel zegt ook, voordat we gaan bidden, de Bijbel zegt ook in Genesis 1, 11 en 12, dat de grassen brachten zaad voor in hun gelijkenis. De kruiden brachten zaden voort in hun gelijkenis. De bomen brachten zaden voort in hun gelijkenis. Als kind van God, als christenen, zijn wij gemaakt in de gelijkenis van God. In de gelijkenis van Jezus. Dan zijn wij ook gemaakt als een verschrikking voor de duivel. Als Jezus een verschrikking was voor de duivel, door het woord van God in zijn mond te nemen, dan ben jij ook een verschrikking voor de duivel. Als jij het woord van God vandaag in je mond kan nemen. In de naam van Jezus. Halleluja. 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 Laat ons gaan bidden. Laat ons gaan bidden in de eerste plaats. In het boek van Genesis 6. En verder lezen we het verhaal van Noah. Hij was een van de nakomelingen van Adam en Eva. Door Seth. Hij was een rechtvaardige gelovige. Maar hij werd op de proef gesteld. Door de duivelse slechte samenleving in welke hij leefde. God sprak tot hem. Om een boot, een ark te bouwen. In de vallei omgeven door bergen waar nauwelijks water te bespeuren was. De slechte samenleving waren de bergen voor Noah. Ze waren sterk, ze waren groot.
Hij kon ze niet overtuigen om God te geloven, zoals de hedendaagse samenleving is. Maar Noah stond niet alleen. God opende de bronnen van de aarde en de poorten van de hemel. En de aarde werd gevuld met het hemelse water. De ark eindigde op de toppen van de bergen, die eerst zo hoog en zo sterk leken. Als jij vandaag het hemelse water, als jij vandaag het woord van God uit je mond kan laten vloeien, zal ook jij boven op de top van die bergen die te hoog voor jou lijken te zijn. Jij zal ook op die top van die bergen, jij zal ook heersen over die bergen. Want het woord van God zegt dat als wij het hoofd, dat wij het hoofd zijn en niet de staart, dat wij boven zijn en niet beneden. De Bijbel vertelt ons ook, dat als we tegen een berg spreken, En wij spreken tot hem dat hij zich moet verplaatsen, dan zal deze berg zich verplaatsen. Is er vandaag een Noah onder ons die tot die bergen kan spreken, die jou hinderen om je zegening te zijn? Spreek het woord van God en wees een verschrikking voor de duivel. Spreek als de bergen zich onder de voeten van Noah konden bevinden. Zij kunnen zich ook onder mijn voeten bevinden. Kan jij dat woord van vandaag spreken? Kan jij dat woord vandaag spreken? De duivel wil dat jij naar die bergen opkijkt. De duivel wil dat jij naar die grootste dingen opkijkt. Naar die grootste wereldse dingen opkijkt. Maar vandaag kan jij die wereldse dingen onder je voeten hebben. Kan jij die wereldse dingen onder je kracht en onder je macht hebben. Als jij het woord van God spreekt, dan zal het woord van God u verheffen. Zoals hij de ark, zoals hij Noah, zoals hij de boot, zoals hij de kerk vandaag verheft. Boven alle bergen, zo zal hij ook jou verheven. Zo zal hij ook, jou ook verheffen. Zo zal hij jou ook verheffen vandaag. Kan jij het woord van God spreken? Kan jij het woord van God spreken vandaag op je leven? Kan jij vandaag het woord van God spreken? Een ander verhaal is het verhaal van Abraham en Sarah. Abraham en Sarah, zij leken onvruchtbaar. Ik zeg wel, ze leken, want ze waren niet onvruchtbaar. En later uit het verhaal zien we ook dat ze niet onvruchtbaar waren. Het was als een gordijn dat voor de ogen van Abraham en Sarah was geplaatst, waardoor ze de waarheid niet konden zien. Ze waren blind gemaakt door hun omgeving, door de woorden van hun omgeving, te geloven en door stress en door de druk van de omgeving om vruchtbaar te zijn. Wanneer gaat er een kind komen? Wanneer gaat er een kind komen? Wanneer gaat er een kind komen? Het was de stem van het slechte in het leven van Abraham en Sarah. Maar God nam Abraham en Sarah weg van die onvruchtbare grond, die onvruchtbare omgeving waarin zij zich bevonden. Weg van hun familie, weg van die eigendommen, alles wat hun verbond met het verleden. Sommigen onder ons die deze boodschap horen, moeten juist zoals Abraham en Sarah mensen achter zich laten. Plaatsen achter zich laten om vruchtbaar te worden. Er zijn sommige dingen in het leven waar je zo verknocht aan bent, die je niet wil loslaten, maar die ons onvruchtbaar maken. Ik geloof dat sommigen hun ogen vandaag geopend worden in de naam van Jezus. Zoals de ogen van Abraham en Sarah moesten geopend worden. Ikzelf moest alcohol, satanische muziek achter mij laten. Vrienden verdwenen uit mijn leven. Maar al die dingen werden vervangen door de vreugde van Gods bevrijding. Wil jij bevrijd worden door God vandaag? Wat zegt het woord van God tot jou dat je moet stoppen? Dat je moet achterlaten? Begin dat woord te verklaren op je eigen leven en je zal bevrijd worden. De duivel wil dat jij gebonden blijft. Hij wil niet dat jij geestelijk of fysiek vruchtbaar wordt. Maar het woord van God is een verschrikking voor de duivel. En doe de duivel vluchten uit jouw leven. Neem het woord van God in je mond. Vader, als je het voor Abraham en Sarah gedaan hebt, verwijder mij vanuit mijn onvruchtbare omgeving. Geef mij kracht om deze omgeving achter mij te laten. De duivel moet vluchten uit jouw leven vandaag. De duivel moet vluchten uit jouw leven vandaag. Als Jacob kon veranderen in Israël, dan zo kan jij ook veranderen. Zo kan jij ook veranderen. Ook jij kan je zondige natuur achter jou laten, zoals Jacob. Kan je zeggen, vandaag is de eerste dag van mijn naamsverandering. Vandaag is de eerste dag van mijn naamsverandering. Mensen zullen mij anders gaan noemen in de naam van Jezus. Mensen zullen mij anders gaan noemen in de naam van Jezus. Mensen zullen mij anders gaan zien in de naam van Jezus. Esau wou Jacob vermoorden voor al de slechte dingen die hij gedaan had. Het bedrog, de leugens, het stelen. Ik weet niet wat jij gedaan hebt in het verleden. Maar God kan jou een andere naam geven. Als je je leven maar verandert. Maar toen Jacob terugkeerde als Israël, omarmde Esau hem. Esau wou hem eerst vermoorden. Maar toen er een verandering, in het leven van Jacob teweeg werd gebracht, veranderde zijn naam. Mensen zullen jou anders gaan noemen. Verander de woorden in je mond. Neem dit woord in je mond.
als Jacob kan veranderen in Israël. Yahweh, verander mij vandaag. Waar mensen mij hebben gehaat omwille van mijn slechte natuur, laat ze mij vanaf nu lief hebben door de transformatie van jouw woord. De duivel wordt gek. De duivel wordt gek als jij vraagt om een verandering in je leven. Toen Jezus nog schrijnwerker was, toonde de duivel zich niet. Maar toen Jezus besloot om het woord van God te verkondigen, om het woord van God in zijn mond, de duivel was bang dat het tot stand zou komen. De duivel dook plots op. Maar Jezus was vastberaden door te zetten met de verandering. Hij sprak het woord van God en hij bleef het woord van God spreken. En als hij dat deed, vluchtte de duivel weg uit zijn leven. Vandaag moet die duivel uit jouw leven weggaan in de naam van Jezus. Vandaag ben jij die verschrikking voor de duivel. Halleluja, halleluja, alle eer aan God, alle eer aan God. Abraham ging van Ur naar Haran, van Haran naar Kanaan, van Kanaan naar Egypte, van Egypte naar Kanaan. Er was geen grenscontrole, er was geen nood aan visa, hij had geen identiteitskaart nodig. Jozef kreeg een gratis ticket van zijn broeders naar Egypte. Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego werden gratis gedeporteerd naar Babylon. Esther naar Perzië. Maar allen waren ze gezegend. Allen waren ze gezegend. Ze hadden geen reisdocumenten nodig. Waar ze ook waren, ze spraken het woord van God en ze waren gezegend. Ze werden gepromoveerd. Wil jij promotie? Ben jij in een vreemd land? Wil jij naar een vreemd land? Met God is alles mogelijk. Met God is alles mogelijk. Als je mediteert op het woord van God dag en nacht, zegt de Bijbel. Als je niet bang bent om het woord van God in je mond op te nemen. Als je niet bang bent om het woord van God toe te passen. Moet elke duivelse situatie omgekeerd worden in een gezegende situatie in jouw leven. Prijs de Heer. Zij die Jozef wilden vermoorden, zij konden Jozef niet tegenhouden. De put kon Jozef niet tegenhouden. De slavernij kon Jozef niet tegenhouden. De gevangenis kon Jozef niet tegenhouden. Geen enkele slechte situatie kon Jozef van zijn bestemming houden als een zoon, als een kind van God. Zeg vandaag, duivel, het is geschreven. Ik ben gemaakt om te groeien. Ik ben gemaakt om te promoveren. En ik weet het, in de naam van Jezus. Zeg het opnieuw. Duivel, het is geschreven. Ik ben gemaakt om te groeien. Ik ben gemaakt om te promoveren. En ik weet het, in de naam van Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Dit is te sterk vandaag. Dit is te sterk vandaag. In het boek van Joshua treden de mensen van Israël het beloofde land binnen. Maar al snel neemt de welvaart, het geld, de bezittingen die zij verwerven in het beloofde land, wordt een god in hun leven. De melk en de honing lijken zo zacht en zo zoet in hun leven. Maar dat was een val van de duivel. Vele keren zich weg van God. Misschien herken je die situatie. Een situatie van ongeloof. Een samenleving van ongeloof. Familieleden in ongeloof. Joshua kon zijn ogen niet geloven. En hij herinnerde de mensen aan de God die hen uit Egypte had bevrijd. En nu zij zelf reiken terug naar Egypte. Ook al had Egypte een andere naam. Ook was Egypte nu Kanaan. Ze reikten naar andere goden. Verboden door Yahweh. En Joshua zei, kies vandaag. Kies vandaag. Vandaag moet er iemand kiezen. Vandaag moet er iemand kiezen. Hoe wil je verder gaan? Hij zei, ik. Ik weet niet hoe jij wil verder gaan, maar ik en mijn huishouden, wij zullen de Heer dienen. Kan jij vandaag deze krachtige woorden in je mond nemen? Zij zijn krachtiger dan de duivel. Een verschrikking voor de duivel. Als je zelfverzekerd deze woorden kan uitspreken. Ik en mijn huishouden, wij zullen de Heer dienen. Ik en mijn huishouden, wij zullen de Heer dienen. Spreek het woord van God en pas het toe. En je omgeving zal veranderen in een hemelse omgeving. In de naam van Jezus. Kan jij vandaag Psalm 23 op je leven en het leven van je familie uitspreken? Vandaag verklaar ik dat de Heer mijn herder is. Kan jij dat zeggen? Ik verklaar vandaag dat de Heer mijn herder is. En de duivel is bang van al wat je verder nu gaat zeggen. Gisteren was mijn leven een woestijn. Maar vandaag neem ik plaats in de groene weide. En de Heer van de Heer. En ik zal wandelen langs de rustige rivieren. De wilde tijden zijn over, duivel. De wilde tijden zijn over, duivel. Want vandaag verklaar ik het woord van God. De Heer is mijn herder. En ik zal niet in een woestijn meer verblijven. Mijn leven zal geen woestijn meer zijn. Maar vandaag neem ik plaats in de groene weide van de Heer. Vandaag wandel ik langs de rustige rivieren. Vandaag zijn de wilde tijden over.
Waar mijn wegen slecht en verkeerd waren gisteren, vandaag leidt de Heer mij op de weg van rechtvaardigheid. Mijn leven is hersteld. Mijn leven is hersteld. Mijn beeld is hersteld. Mijn imago is hersteld. In het evenbeeld van God. Want de Bijbel zegt dat God ons zal herstellen. Dat God ons zal herstellen. Als we die weg van rechtvaardigheid volgen. Als we die weg van rechtvaardigheid volgen. Dan is er een herstel. Dan vindt er een herstel plaats. Ik geloof dat het herstel vandaag in iemands leven plaatsvindt. Als je deze woorden in je... Als je Psalm 23 op je leven kan verkondigen. Ook al sterven er mensen rond mij. En er wordt verklaard dat ik de volgende zal zijn. Kan je die woorden zeggen? Het woord van God zegt dat ik door de vallei van de schaduw van de dood mag gaan. Ik hoef niet te vrezen, want de Heer is mijn staf en mijn stok. En ik geloof in Hem. Ik geloof in zijn rapport. Dat zegt, ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de daden van de Heer, ik zal de werken van de Heer verklaren. Prijs de Heer, prijs de Heer. Waar ik gisteren hongerig en dorstig was. Vandaag heeft de Heer een feesttafel voor de ogen van mijn vijanden voor mij gemaakt. Psalm 23. Zeg verschrikking. Zeg verschrikking. Het woord van God is een verschrikking voor de duivel in jouw mond. Als jij het woord van God op je eigen leven, op je familie, op je omgeving begint gaan te verkondigen, dan moet de duivel vluchten. De duivel moet vluchten, want het woord van God is te sterk. De Bijbel zegt dat elke knie zal buigen. Elke knie zal buigen voor Jezus. En wie is Jezus? Jezus is het woord van God. Als jij het woord van God in je mond kan nemen, als jij Jezus in je mond kan nemen, dan moet die duivel vluchten. Dan moet die duivel buigen. Hoe sterk die situatie, hoe groot die situatie ook mag zijn. Het mag zich voorstellen als een berg. Het mag zich voorstellen als iets heel groots. Als een Goliath. Als een giant. Als iets verschrikkelijk groots. Maar de Bijbel zegt, als je het woord van God in je mond neemt. Als je het woord van God in je mond neemt. Dan moet die berg buigen. Dan moet die Goliath buigen. Dan moet die grote situatie, die moet buigen. Het woord van God is een verschrikking voor de duivel in jouw mond. Gisteren was je misschien zwak, maar het woord van God zegt dat mijn hoofd vandaag geolied is. De kracht ontvangen door het woord van God vandaag. Ik heb vandaag kracht. Ik heb vandaag kracht. Kan je dat zeggen? Door de olie die vandaag vloeit op mijn hoofd, door het woord dat vandaag gesproken is mijn hoofd geolied. Ik ben sterk vandaag. Je kan niet in mijn hoofd komen, duivel. Je kan niet in mijn hoofd meer komen, duivel. Vandaag heb ik de kracht. Het is beter dat je verdwijnt, voor ik mijn hiel op je hoofd zet. Voor ik mijn hiel op mijn hoofd zet. Voor ik mijn hiel op je hoofd zet. Gisteren had ik tekort. De Bijbel zegt dat gisteren kan je misschien tekort, maar vandaag, zegt de Bijbel, loopt mijn beker over. Jouw beker moet overlopen. Jouw tekort moet gedaan gemaakt worden. Vandaag moet jouw beker overvloeien. Kan jij die woorden in je mond nemen vandaag? Psalm 23. Kan jij die woorden in je mond nemen vandaag? Kan iemand het woord van God in zijn mond nemen? Het is een verschrikking voor de duivel. Gisteren was ik down. Gisteren was ik depressief in zonde. Maar vandaag, door het medelijden en de goedheid van de Heer, het woord van God zegt, ben ik bevrijd. Jij bent bevrijd. Jij bent bevrijd vanaf het moment dat je het woord van God begint te spreken. Ik had geen plaats om te leven. Ik had geen plaats voor om te leven. Misschien was dat je woord gisteren. Maar vandaag zegt Psalm 23, dat ik leef in het huis van de Heer. Er is een huis waar je altijd terecht komt. Er is een huis waar je altijd naartoe komt. En er is een huis waar je plaats kan nemen. Zeg verschrikking. Het woord van God is een verschrikking voor de duivel. En het is een zegen voor de rechtvaardigen. Blijf het woord van God verkondigen op je eigen leven, op je familie en op anderen in je leven. En je zal zien. Je zal zien dat de duivel moet vluchten in je leven, in de naam van Jezus. Als kind van God ben je geschapen in het evenbeeld van Jezus. Maar we moeten die zelfzekerheid terugwinnen om die duivel en zijn duivelse situaties te overwinnen. We moeten zelfverzekerd zijn om het woord van God te spreken. En als we in die mogelijkheid zijn, dan moet elke duivel uit ons leven moet verwijderd worden. Jezus heeft ons de weg getoond. Laten we hem volgen. En ons leven hier op aarde een hemel maken. Prijs de Heer. Dat was het woord voor vandaag. Vergeet niet te delen. Er zijn vele mensen die het woord van God nodig hebben. Maar ze beseffen het zelf niet. Coördinaten om contact op te nemen worden ook na deze boodschap toegevoegd. God zegen. Bye bye. We zien elkaar volgende week opnieuw. En zoals gezegd. Blijf delen. Er zijn vele mensen die het woord van God nodig hebben. Er zijn vele mensen die door duivelse situaties gaan. Maar het woord van God is een verschrikking. Het is een verschrikking voor de duivel. En voor iedereen die het woord van God, die in de mogelijkheid is om het woord van God in zijn mond op te nemen. Oké, dat was het voor vandaag. Bye bye.